Het was heel belangrijk vandaag actie te voeren, omdat wij willen dat de discriminatie arbeidersbedienden, dat dat zo snel mogelijk opgelost wordt. En bij gevolg zijn we hier met een 100-tal militanten geweest om de minister te zeggen dat het 11:55 is, dat het dringend is. Ook de minister vindt dat deze discriminatie weg moet, dat dat niet langer kan blijven bestaan op die manier. En dat er vrij snel moet naar oplossingen gezocht worden. Wat ook nog voor ons belangrijk is, dat we een industrievriendelijke benadering hebben. Dat wil zeggen dat er zijn dus een aantal kosten uiteraard aan verbonden. Economische omstandigheden zijn op dit moment minder. Maar dat de regering zal op een of andere manier moeten bijspringen om daarin te helpen. We vragen dit al meer dan 30 jaar en wij zien dat er nu een ontknoping is. In die zin blijven wij altijd positief en wij spannen al onze krachten samen en ik denk dat wij tot een oplossing gaan komen.